Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag laat ik jullie mijn gezichts-make-up stash zien, deel 2. Eerder liet ik al een deel 1 van deze video zien. Ik zal de link hieronder eventjes in de beschrijving zetten, mocht je die nog willen bekijken. Vandaag is deel 2 aan de beurt. Ik laat jullie vandaag mijn highlighters, bronzers, blushes en contouringsproducten zien. Dus ik zou zeggen, laten we snel gaan beginnen. Ik begin met de blushes. Ook deze zitten weer in mandjes, zoals eigenlijk alle producten. Ik heb hier een mandje met gewone blushes. En dan heb ik hier een mandje met limited editie van blushes. En ik heb een aantal blushes die ik nog wil gaan reviewen voor mijn blog. Dus daar ga ik even mee beginnen. Twee Oh So blushes van Essence. Dit is de 20 Everything is Better in Pink. Dit zijn cream blushes. En dat dan de oranje. En dit is 10 Sweet as a Peach. Ook een cream blush. Dan heb ik een blush van. Dan heb ik nog een blush stick van de HEMA. Dit is 01. Deze moet ik nog gaan reviewen ook natuurlijk. En het nieuwe Blush Artist Shading Palet van Catrice. Dit is de kleur 030 Rock en Roos. En dit zijn dus drie kleuren met prachtige blushjes erin. En deze zal ik er eventjes uithalen. Er staat dus Playboy op. En dit is zo'n blushje. Een beetje, ja, wat andere kleuren. Je ziet het Playboy logo erin. Ook wel een hele mooie, vind ik zelf. En dan heb ik er nog eentje van Makeup Hearts. I Love Makeup, moet ik eigenlijk zeggen, hè? Is het merk. En dat is een Bake It blush, een triple Bake It. Het is zo'n hartje. En dit is dan een bollere blush. En dit is de blush die in mijn dagelijkse stash zit. En dit is de Silky Touch blush in de kleur 10 Adorable. Een hele mooie blush ook van Essence. Ik begin even met het bakje met de gewone blushjes. Dit is de blush up. Dit is nummer 10 Heatwave. En dit is de met deze, die is met de oranje gloed en de roze gloed erin. Dan heb ik ook de 20 Pinky Flow. Ook zo'n blush up blush. Hele mooie ook. Dan heb ik een Defining blush. Dit is, deze is van Catrice in de kleur 040 Tink Pink. Heel mooi blushje vind ik zelf. Dan heb ik twee multi-matte blushes. Dit is de 010 Love Rosie. Deze lopen dus over in elkaar. Kun je eigenlijk samen gebruiken, maar ook prima los. En dan heb ik, dit is de 020 La Lavender. En deze is dan weer wat donkerder dan die andere. Dan heb ik ook nog twee multicolor blushes. Dit is de 080 Peach Frappuccino. Deze zijn overigens niet meer verkrijgbaar, want er zijn dus die multi-matte blushjes voorgekomen. En dit is de 060 Strawberry Frappuccino. En deze is wat lichter. Overigens vind ik deze niet zo heel veel pigment hebben. Dan heb ik een setting blush van de HEMA. Een hele mooie roze, dit is 02. Dan heb ik een candy blush. Deze is van de 7 en deze heet Angel Dust. Het is ook een beetje een bollere bronzer. Bronzer, bollere blush. En dit is ook een hele fijne. Dan heb ik deze duo blusher van W7. Dit is kleur 04. Er zit ook een heel klein applicatortje bij. Het zijn dus twee blusjes. Dan heb ik de Illuminating Blush van Catrice. Dit is de kleur
I'm a Nuts About You. Het nummer is 010. Hele mooie blush ook. Blush van de Action. Dit is een mineraal blush. Dit is de roze. Dit is dus een blush. En dan zit hieronder zit nog een applicator en een spiegeltje. Dan deze powder blush van de Ethos. Met verschillende kleuren erin. Dan heb ik twee blushjes van Miss Porty. Dit zijn de Oso. Oh Blushed Again heette deze. Dit is de 003 Sienna. En dit is de 010 Russian Doll. Dan heb ik nog een Soufflé Touch Blush. Een hele oude. Deze is van Essence. In de kleur 030 Cold Will Berry. Dit is een smeerbare blush. Dan een blushstick van Essence. Dit is de kleur 010 Pretty in Pink. En deze kon je dus zo aanbrengen. En nog twee blushjes van Miss Porty. Dit zijn de Morning Baby blushjes. Dit is de 01 Pink Flush. En dit is de 02 Coraal Flush. En dit zijn tubetjes. Dan het bakje met de limited editie aan blushjes. Dit was van Essence Wave. Wave Godnest in de kleur 01 Lose Your Hair Heart on the Board. Dit is een soort blush met een nagellakapplicator. Een beetje vloeibaar ook. Dan deze hele mooie van Catrice. Deze komt uit de Rouge Luxury. Editie. Deze heet Aura Polaris. Is een hele mooie blush. Dit is trouwens een collectie die op dit moment verkrijgbaar is bij Catrice. Dan deze van Catrice. Deze komt uit de Philosophie Limited Editie. Cordage. Deze heet Fading Into Down. Een hele mooie. Dan een blush van Essence uit de Cinderella Collectie. So This Is Love heette deze. Dan uit de Ai Arriba collectie van Essence. De Baila Baila. Dan uit de Winter Wonderful collectie. Winter Kissed Cheeks van Essence. Dat is ook wel een hele bijzondere, vond ik zelf. Dan heb ik een Blush Ball van Catrice. Deze komt uit de Dolls collectie. Een crème blush van Catrice uit de Sense of Simplicity collectie. Dat is wel altijd een beetje apart, vind ik zelf, dat crème. Maar wel heel leuk om mee te spelen ook. Uit de Secret Party van Essence, Pink Up Your Life. Ook een hele mooie blush. En dan heb ik deze blush, die ik eigenlijk nog het allermooiste vind uit het limited bakje. Deze komt uit Treasure Trove. En dit is een hele mooie kleur. En de laatste die erin zit komt uit de Happy Girls Are Pretty collectie van Essence. En deze heet You Sweeten My Day. Deze is ook heel mooi, maar had niet zo heel veel pigment. Dan ga ik door naar de bronzers. Ik laat eerst weer even de bronzers zien die ik nog wil gaan reviewen. Dat zijn onder andere deze bronzing parels. Deze zijn van W7. Deze Sun Club bronzer van Essence. Deze heet Sunshine. Het is een 2-in-1 bronzing power. Volgens mij hier zit ook een beetje highlighter in. Dan heb ik er nog eentje uit die collectie. Dit is de 20 Sunset. En deze heeft dan ook weer wat blushkleuren erbij. Nog een bronzer van W7. Dit is een bronzer base. Ik zal hem even openmaken. Dit is een, ja, vloeibare ook. Als ik het zo goed zie. Daar moet ik nog maar even beter in gaan verdiepen. En dan nog een bronzer van de Playboy.
En dat is deze. Deze is trouwens al een beetje geswatcht. Dat heb ik niet zelf gedaan, maar die heb ik dus zo gekocht. Af en toe gebeurt dat. Dan heb ik nog deze bronzer. Deze zit in mijn dagelijkse stash. En dit is een bronzer van de HEMA. Kleur nummer 12. En deze heeft een lichte shimmer. Ik heb deze Sunglow bronzer. Dit is een mineraal bronzing powder. En deze is van Catrice. Golden Light heet deze. Dit is een hele fijne. Dit is een gebakken bronzer, moet ik zeggen. Dan deze sunbronzer. Deze is mat. Vind ik ook een hele mooie van Catrice. En deze heet Deep Bronze. 020 is dit. Dan heb ik bronzerpareltjes van de HEMA. Een bronzer van... een bronzer van Essence. Dit is een shimmer bronzer in de kleur 030 Sunloft. Hele mooie ook. Beetje poedersvat er los natuurlijk, doordat ik hem liet vallen. Een bronzer mousse. Deze is van de HEMA. Dit is de Light. En dit is dus een mousse variant. Dan heb ik deze Limited bronzer. Deze komt uit de collectie van Catrice uit Normedic Traces. Deze heet de Brave Bronze. Dit vind ik ook een hele mooie, want deze is ook heel mooi mat. Dan heb ik een bronzer van Action van het Viz merk. Dan deze hele mooie van Sunkist. Alleen de verpakking is een beetje lomp. Deze uit de Secret Party van Essence. Deze heet Glow of My Life. Met die leuke slippertjes erin. En deze bronzer van Smooch. En dit is ook een hele mooie matte bronzer. Dan ga ik door naar de highlighters. En ik begin even met deze highlighter van de Isle of Makeup. En dit is een Baked Highlighter, een hele mooie. En deze die ga ik nog reviewen. En dat geldt ook voor deze highlighter stick van de HEMA, die moet ik ook nog reviewen. Dus deze zit er nog niet in het bakje. Ik heb deze W7 Night Glow Highlighter. Dit is een highlighter in eigenlijk een soort nagellakvorm. Dus dit zit in een potje, die kun je met een kwastje dus aanbrengen op je gezicht. Dan heb ik deze Sunclub highlighter poeder. Deze is al lang niet meer te koop. Deze is van Essence. Deze heet Summer Glow. Dan heb ik deze prachtige highlighter uit de Treasure Trove collectie van Catrice. In de Golden Craze. Hele mooie. Dan heb ik deze Illuminating Cream. Deze lijkt gewoon heel erg op een highlighter. Dus die heb ik bij de highlighters neergelegd. De Zoclo Cream Highlighter. Dit is de Bright Up Your Life nummer 20. Dit is dus een crème variant. Cream variant. Deze is ook een cream variant. Die ziet er iets minder vrolijk uit. Deze heet Teen Look on the Bright Side. En deze heb ik ook al veelvoudig gebruikt. Dat vind ik wel weer met zo'n cream highlighter. Het blijft niet echt heel erg mooi. Deze hele mooie highlighter van Makeup Academy. Deze is Undress Your Skin heet deze. Dit is denk ik wel een van de bekendste highlighters. Die heeft menig beautyblogger ook wel in zijn stash zitten. Dan heb ik deze highlighter van Catrice. Het is de kleur 20 Champagne Campaign. Hele mooie ook. Ik heb nog zo'n highlighter. En dit is de 10 Star dus. Dit is een wat lichtere kleur. Dan deze highlighter uit de Mary Berry collectie van Essence. De I Love Got My Golden Pumps. Afgelopen december.
En deze highlighter uit de Cinderella collectie, ook van Essence. De Gloss Sliper heet deze. Ook zo'n hele mooie vind ik dit. Dan heb ik een highlighter in een tube. Deze is van de Ethos. Dit is gewoon een smeerbare. Dan heb ik twee sticks van Catrice. Dit zijn de Metustay highlighter pennen. Dit is de 030 I Need. En dit is de 010 I Like. Ze hadden ook nog een 020, maar die is helaas uit de collectie gegaan. En die heb ik nooit meer kunnen scoren. En dan heb ik nog deze twee hele mooie highlighters van Catrice. Dit is met een bronzige tint. En dit is echt een hele lichte. Even kijken of ze ook nog namen hebben. Nee. Ze hebben niet echt speciale namen. Dit is gewoon de lichtere. En dit is echt met een bronzige glow, zeg maar. Dan laat ik nog even een paar contouring paletjes zien die ik heb. Ik begin even met deze nieuwe die ik nog wil gaan reviewen. Deze is van Catrice. Het is het Allround Concealer Palet. Deze lijkt heel erg op het... palet die ze hebben in een concealer vorm. En dan heb ik dit mooie setje van Glam Chic. Dit is ook een bronze setje. Of nee, bronze setje. Dit is een contour setje eigenlijk. En dan heb ik nog deze Face Shaper van W7. Maar deze wil ik alle drie dus nog gaan reviewen. Dus deze hebben nog geen vaste plek in mijn stash gekregen. Ik begin met het contouring palet van de Action van Max & More. Hier ben ik heel tevreden over. Dit hele mooie palet. Met verschillende kleuren erin. Heel blij ben ik met deze. Hier heeft Action echt een hele goede weg mee ingeslagen als je het mij vraagt. Dan heb ik deze shading powder van Essence. Deze is in de kleur medium. Met een highlighter en een bronzer. Nog eentje van Essence. Deze komt uit de Happy Girls Are Pretty collectie. Dit is Happiness is a Way of Life. Ook een hele mooie vind ik dit. Dan heb ik de Prime & Fine Professional Contouring Palette van Catrice. Dit is de Arshai Radiance. Hele mooie ook. Het Hollywood Bronze en Glow Palette van W7. Ook zo'n prachtig palet is dit. En als laatste heb ik nog deze Max & More Contour Stick met een contour en een highlight gedeelte. De laatste twee producten die ik laat zien, dit zijn eigenlijk 3-in-1 producten. Dat is dit How to Make Your Face Glow Palet van Essence met een bronzer, highlighter en een blush. Wel een heel mooi palet, maar niet heel veel kleurpigment erin helaas. En de Cheeky Trio van W7. Hier ben ik helemaal niet tevreden over, maar ik wilde hem wel even laten zien. Want de kleuren vallen gewoon oprecht heel erg tegen. Ze zijn heel erg licht. Dus dit was ook het eerste palet wat ik minder vond van W7. Maar hij ziet er wel heel erg mooi uit. Dit was dan alweer deel 2 van mijn gezichtsmake-up stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Als je de video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel snel weer. Doeg!